Hi, leuk dat je weer kijkt. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer. Daar maak je mij blij mee. Waar het om gaat vandaag is om Dior. Ik heb een aantal dingen van Dior besteld. Ik wilde een aantal dingen nog proberen. Niet alles is heel nieuw. Maar dat waren wel dingen die ik interessant vond. Wat ik voornamelijk wilde hebben en waar ik ook een proefje van gevraagd heb bij Dior, maar die maken ze niet bij de Bijenkorf. Kijk, als het bij Chanel is en ze hebben er geen proefje van, dan wordt er gewoon in zo'n naamloze dingetje. Heb ik er hier een aantal? Nee, dat denk ik niet. Dan wordt er zo'n naamloze. Oh ja, hier. Nee. Doosje of zo'n klein buisje. Wordt er gewoon gevuld met producten. Dan mag je dat proberen. Tenminste, zo gaat dat bij mij. Ik weet niet of ze dat bij iedereen zo doen. Maar zo gaat dat bij mij. Dus ik dacht, dat doet Dior ook. Niet dus. Maar ik wilde heel graag die Dior Glow Veil proberen. De primer. En dat was eigenlijk het hele doel van deze ontzettend te dure Dior Haul. 24 uur Hydrating Radiant Primer. Concentrated in skincare. De Dior Commitment to Sustainable Beauty. Strict selection of ingredients, 97% of which are of natural origin, made in France. Nou, en de rest ga ik echt niet kunnen lezen. To learn more, scan de QR-code. Nou, dat kan niet, want ik film op mijn telefoon, dus ik kan daarmee niet de QR-code. Hij komt in zo'n doosje, die ik nu eindelijk al ga weggooien. En het is zo'n fles. Het is eigenlijk dezelfde fles als de. Dit is de Forever Nude. Natural Nude. De Forever Natural Nude. Dus, nou. Het komt er wit uit. Het is wat dunner. Het ziet eruit als lotion. Het voelt alsof je een wat dikkere serum op je huid smeert. Het voelt heel fijn. Het voelt als een lotion. En het geeft een enorme glow. Kijk dit. Alsof ik een zweetbui heb. Die ik niet heb. Maar oh mijn god. Spoiler, ik vind het geweldig. Hier staat mijn spiegel, dus als ik daarheen kijk, is het daarom. Ja, ik ga wel een heel klein beetje iets op de poriën doen. Dat is mijn L'Oréal. Want ik vind het mooi als dat een beetje geblurd is. Zo. Ja, weet je, dit is gewoon alsof je een dunne dagcrème op je gezicht smeert. Het voelt fijn, het plakt een klein beetje, zie je dat? Even de geur. Ik ruik het niet. Nog een klein beetje op mijn hand doen. Ik ruik geen geur. Dat zegt natuurlijk ook niet alles. Maar als het er al in zit, ruik ik het niet. Dus. Ja, dit moet heel even een paar minuutjes intrekken.
Maar ik ben blij dat ik hem gekocht heb. Ja. De rib uit je lijf, want volgens mij kost die 50 euro. Maar ja, het is Dior. Maar dit is echt wel, ja. Hallo? Wat zeg ik? Ik had het toch nog meer. De concealer. De Forever Skin Concealer in de kleur 1. Maar die had ik al. Maar er moet iets aan de wallen gebeuren. En aan de rode plekken. Die op een of andere manier de laatste tijd veel erger lijken. Lang leven de overgang. Moet je maar denken. Ik heb mijn boezies opkwast. En ik stippel. Want ik wil het pigment. Ik wil de randen vervagen, maar het pigment op dezelfde plekken houden. Ik doe hier ook gewoon de concealer mee onder mijn oog. En het moet omhoog, hè? Maar dat hoef ik toch eigenlijk niet meer te vertellen. Zo. Overmatige dingen bedekt. Ik had twee keuzes qua Dior. Ik heb de Natural Nude, die ik net liet zien. En ik heb de Forever Glow. De Forever Glow. Dit zijn dezelfde kleuren. Ik ga voor de Natural Nude. Dit is een combinatie die ik al een keer geprobeerd heb. Hè. Dit is niet een first impression. En heel raar gezegd. Toen ik de eerste keer deze combinatie opdeed. Toen voelde ik me echt mooi. En dat zegt wel iets, want over het algemeen voel ik me dat niet. Wat iets zegt over mijn onzekerheden. Ik doe altijd eerst, zeg maar, de wangen en de onderkant van mijn gezicht. Ja, mijn neus en zo. En onder je ogen. Op mijn ogen. En dan ga ik de bovenkant doen. En hoe meer ik richting de haarlijn kom, hoe meer uitgeblend ik het wil hebben. Dat ziet er gewoon natuurlijker uit. Kijk eens hoe die glow er doorheen komt, jongens. Ik haal gelijk het restje make-up af. Wat anders dan. Dan heb ik de Dior Powder No Powder. Ja, we blijven bij Dior, hè. En een puff van, dit is
de Boozy Shop. En dan doe ik de hele puff zo erin en dan. Want, nou dat weten we inmiddels allemaal wel. Ik hou niet van het natte gevoel van hydratatie op je huid. Dus ondanks de rijpere huid, hè, 50, poeder ik het goed af. Dan heb ik een beetje losse poeder hier. Deze is van Catrice. Een heel klein beetje extra droog maken hier. Zo. Dat is gebeurd. Dan doe ik altijd mijn Max & More spray. Om die poeder te laten inzinken. Het poederige effect eraf. Zo. Dan ga ik heel even mijn wenkbrauwen doen. Daar heb ik geen Dior product voor. En dan ben ik zo terug. Zo, daar ben ik weer. Wenkbrauw zit erop. Next. Ik heb de Dior Backstage Eye Palette gekocht. In de kleur... Dior Backstage. Dior has created the makeup line of Dior Makeup Artist Essentials. Inspired by the energy backstage at the runway shows. Shades to suit different skin tones to Dior's exclusive, versatile and buildable textures. The eye palette is Dior's makeup artist's secret weapon to create an array of natural to bold eye looks. En ik heb de 002 Cool Neutrals. Dat zijn deze. Oké. Dus we gaan een ooglookje maken. Ik heb hier een handdoekje om het af te vegen. Ik begin met deze, hier het midden onderop. En die stempel ik op. Het is een beetje... Het is natuurlijk cool, dus het zijn neutrale, maar een beetje met een paarsige ondertoon allemaal. Je stempelt gewoon zo in het rechte op en dan een beetje zo naar binnen blenden. Dan krijg je mooi het pigment het meest aan de buitenkant en dan vervaagt het mooi. En dan krijg je automatisch zo'n soort gewinkt effect. En ik heb natuurlijk overhangende oogleden, dus ik moet altijd een, zeg maar, een arcade boog of een crease faken. Dan neem ik de lichtste hier. Dat is een shimmerkleur. En die doen we aan de binnenkant. Om het hier een beetje open te krijgen. Oh, nou dat ging maar net goed.
is een hele mooie shimmerkleur. En dan wil ik eigenlijk met een donkerdere kleur, ik denk even onderzoek deze. Even de uitgang een beetje, ja de uitgang, de punt een beetje lijnen. Dat je een heel klein beetje een uitgewinkt idee krijgt. Zo. En waarom het bij dit oog altijd beter lukt dan bij dit oog, is me serieus een raadsel. Het donkere lijntje trek ik ook door en dan ga ik die heel even een beetje smutsen met een lichte kleur. Ja, weet je, en meer hoef je eigenlijk niet te doen. Tenminste, ik vind dit een prima ooglook. De kleuren zijn perfect voor mij. Het werkt allemaal goed. Ja, ik ga heel even tightlinen met mijn Revolution potlood. Zo. En dan het onderste oog. Nee, niet de onderste oog, alsof je rijen ogen hebt. Waterlijn. Met een nude. Dan heb ik de Dior Show Over Curl. Deze. Even wimpers krullen. Dit is een bruine mascara trouwens. Een heel klein beetje op de onderste wimpertjes. Voor mijn gevoel maakt dat de ogen echt een beetje open. Het is een dikke, beetje pasta-achtige mascara. Daar moet je van houden. Maar goed, ik vind dat fijn. Want ik hou niet van zoals... De Chanel is een hele natte mascara. Ik vind het zo genoeg. Dan heb ik de Rosy Glow Blush in Rosewood. De originele kleuren trekken mij gewoon niet zo. Maar deze dacht ik, deze wel. Dit is niet de kleur. Ja,
Hallo? Dit is de kleur. Het is een hele mooie, zachte... Ja. Oké, omdat ik een redelijk lang gezicht heb, doe ik het niet helemaal omhoog, maar doe ik het een beetje recht. Dat breekt je gezicht een beetje. Tipje. Zo. Je hebt er ook maar een klein beetje van nodig. Dan wil ik eigenlijk een beetje bronzer, maar die heb ik niet van Dior, dus ik gebruik mijn Revolution bronzer. Zo. Je hoeft het niet te zien omdat het er zit, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Dan heb ik nog drie producten. Ik heb de Dior de Lip Pencil in Nude Look. En dat is dan deze. En dat komt ook in een veel te grote verpakking. Maar er zit er ook een hele leuke puntenslijper bij. Want dit is gewoon een houten potlood. Ik hou ervan. Ik vind dat lekkerder dan een opdraaipotlood. Dan heb ik de Dior Addict. Dat is de Maximizer. En dit is, deze gaan we niet gebruiken, maar dit is ja, een hele lichte beige kleur. Zie je dat? Heel mooi. En ik heb de Dior Addict. Dan moet ik even weer mijn bril opdoen. Oké, de Maximizer is de kleur. Dat is de Lip Maximizer. Maxi Hydration en Instant Volume. Welke kleur is dit? 013. Er staat verder niks bij. 013. En dan heb ik de Dior Addict Rouge Brilliant Color Intense Swan Floral, Shine Lipstick Intense Color Hydration Floral Lipstick Care. In de kleur 418, beige obliek. En dat is deze. En die gaan we gebruiken vandaag. Dat is zo'n smalle lipstift. Het is een soort getinte lipbalm. Maar man, wat een mooie kleur. Het komt een beetje in de richting van mijn eigen lipkleur. Het is inderdaad high shine. Maar deze, ja, de Maximizer is meer een soort gloss. Ik zal deze ook even swatchen daarnaast. Zo. Dit is de Maximizer, deze. En deze is de lipbalm, zeg maar. Ja, de Maximizer is ook heel fijn, maar is gewoon meer een gloss, zeg maar. Deze voelt als een getinte lipbalm. Ja. Dit is hem. Dit is de Dior look.
deze primer en deze foundation samen is echt... Wat vinden jullie ervan? Ja, ik weet je... Ik vind eigenlijk alles fijn van dit Dior gebeuren. Dat is heel erg, want ik ben een Chanel mens. Maar ik vind eigenlijk alles fijn. Echt, echt oprecht heel fijn. Ja. Wat moet ik ervan zeggen? Een 10. Met een griffel. Ik ga genieten van mijn look vandaag. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je ook een fan van Dior bent, wat heb jij geprobeerd van Dior? Wat je niet of wat je wel, wat je ook fijn vond, maar ook wat je niet fijn vond. Heb je deze producten geprobeerd? Laat het me even weten. Schrijf een comment, vind ik leuk om te lezen. En zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doei!